Op 11 december 2012, het nieuws van de dag was het ontslag van topman Michel Herkemeij bij Douwe Egberts. Deze topman is ontslagen en hij gaat naar huis, niet schrikken, met 7 miljoen euro. Dat krijgt hij gewoon als vergoeding. Gaat u nog koffie drinken van deze fabrikant? Weet u wat een machinevuller per maand verdient? Nou, in ieder geval, op deze tafel geen koffie meer van deze fabrikant. En als u ooit in de WW komt, dan weet u wie deze crisis veroorzaakt heeft. In ieder geval niet de mensen op de werkvloer.